Vijf eeuwen geleden werd Adrian Florisoon Boeienst de eerste en tot nu toe ook de enige Nederlandse paus. Het ongewone leven van deze nogal ongewone man leek mij het vertellen meer dan waard. Mijn naam is Jury Nijboer, ik maak video's over zo'n beetje alle onderwerpen die iets te maken hebben met geschiedenis op school, maar ook wel daarbuiten, maar verwacht geen eindeloze opsomming van begrippen en jaartallen. Veel liever vertel ik verhalen die je helpen om het verleden beter te begrijpen. Als je denkt dat dat ook iets voor jou zou kunnen zijn, abonneer je dan op mijn kanaal. Het is om allerlei redenen bijzonder dat Adrian uit Utrecht in 1522 werd verkozen tot paus. Maar wat mij nog wel het meeste verbaast is het feit dat in die tijd het Vaticaan vrijwel volledig werd beheerst door de Italiaanse adel. Als je kijkt naar de meeste pauzen voor en na Adrianus VI, valt direct op dat het nogal dramatische kleurrijke figuren waren. Zijn voorganger Leo X kwam uit de machtige bankiersfamilie de Medici uit Florence, net als zijn opvolger Clemens VII. Adriaan zelf was dus de zoon van een timmerman uit Utrecht. Het contrast kan bijna niet groter. Hoe kon zo'n jonge paus worden? Dat gaan we uitzoeken. Op deze plek werd in 1459 een paus geboren, hoewel niemand dat toen had durven vermoeden. Adriaan, zoon van Floris. Kleinzoon van Boudewijn of Boeien. Het was een doorsnee familie uit Utrecht. En toch viel de jonge Adriaan op door zijn nieuwsgierigheid en intelligentie. Hij mocht naar de Latijnse school en kreeg later zelfs via een erfenis de middelen om in Zwolle te gaan studeren. In die tijd werd vrijwel al het onderwijs door de kerk georganiseerd. Adriaan kwam terecht bij de broeders van het gemeene leven. Gemeen betekent hier gezamenlijk. Zij waren aanhangers van de moderne devotie. Dat was een typisch Nederlandse beweging binnen de katholieke kerk. Zij hechten veel waarde aan onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, zodat ieder mens individueel in contact kon komen met God, zonder dat daarbij een geestelijke nodig was. Na zijn tijd in Zwolle studeerde Adriaan verder in Leuven, aan de enige universiteit van de Lage Landen. Hij verdiepte zich in theologie, filosofie en ethiek. Ik denk dat je wel kunt stellen dat Adriaan een humanist was. Nadat hij zelf hoogleraar was geworden, gaf hij bijvoorbeeld les aan Erasmus. Ondertussen begon hij, zoals dat in die tijd hoorde, ook aan een carrière binnen de kerk. Bij anderen viel hij op door zijn eenvoudige leefstijl en zijn grote wijsheid. Hij werd priester en kerkbestuurder met enige bekendheid. Zo ging zijn naam dus rond aan het Hof van de Hoge Adel in de Nederlanden. Adriaan werd in 1507 gevraagd om de persoonlijke leermeester te worden van de jonge Karel van Burgondië, die wij kennen als keizer Karel V., maar Kareltje was pas zeven jaar oud en dus nog lang geen keizer. Adrian leerde Karel over de briljante bevelhebbers en de geniale filosofen uit de klassieke oudheid. Maar ook de Bijbel werd samen bestudeerd. En het was de bedoeling dat Karel zijn talen leerde spreken. Nederlands, Frans, Duits, Spaans en natuurlijk Latijn. Zelfs toen Karel volwassen werd, bleef Adrian zichzelf beschouwen als zijn leermeester. In brieven leest hij de vorst telkens de les, verwijzend naar Griekse filosofen en de Bijbel. Hij schrijft bijvoorbeeld: Toon geen ondankbaarheid, zodat God u niet afwijst, zoals hij koning Salomon verwierp toen hij zijn heilige geboden niet gehoorzaamde. Adriaan bleef proberen om Karel te interesseren voor de grote inzichten uit de antieke filosofie, maar zijn leerling was vooral geïnteresseerd in ridderverhalen. Desalniettemin zei Karel later over zijn leermeester dat hij hem het kleine beetje onderwijs en de paar goede manieren die hij kende had geleerd. Adriaan bleef nauw verbonden aan het Hof. In 1515 werd hij bijvoorbeeld benoemd tot commissaris van de Paus, die moest toezien op de rechtmatigheid van de handel in dijkaflaten. Een aflaat was een bewijs dat de kerk je zonder vergaf in ruil voor goede daden, met toestemming van de Paus. De dijkaflaat was een idee van Karel om geld in te zamelen ter verbetering van de dijken in de lage landen. Het is niet helemaal duidelijk hoe Karel de opbrengsten uiteindelijk heeft besteed. Wat wel duidelijk is, is dat het misbruik bij de handel in aflaten niet veel later een van de oorzaken was van de Protestantse Reformatie. Karel werd ondertussen volwassen en kreeg steeds meer bevoegdheden en titels. Maar vanwege zijn jonge leeftijd en de belangen van andere familieleden kreeg hij die niet vanzelf. Daar was slimme diplomatie voor nodig en daarom werd Adriaan tegen zijn zin in 1515 naar Spanje gestuurd om de troonopvolging van Karel veilig te stellen. Er was nogal wat weerstand tegen deze barbaarse noordelingen zoals men Karel en Adriaan in Spanje beschouwde. Wat er zich in de achterkamertjes precies heeft afgespeeld blijft een mysterie, maar hoe dan ook bleek in 1516 dat Karel de erfgenaam van de Spaanse koning was geworden. Toen deze overleed, maakte de jonge Karel zijn eerste reis naar Spanje. Adrian werd benoemd tot zijn regent, want de koning had een steeds groter rijk te besturen en hij kon niet overal tegelijkertijd zijn. En daarom had hij plaatsvervangers nodig die hij kon vertrouwen. Maar onze arme held had het niet zo op met politiek. Hij verlangde terug naar Utrecht en liet voor zichzelf een huis bouwen waar hij zich na zijn pensioen zou kunnen terugtrekken. Maar in 1517 werd Adriaan door paus Leo X tot kardinaal gecreëerd. Kardinalen zijn na de paus de hoogste geestelijke in de hiërarchie van de katholieke kerk. Het is een belangrijk eretitel en kardinalen verkiezen bovendien de nieuwe paus. Adriaan deed vast iets goed, want in 1518 werd hij ook nog benoemd tot hoofd van de kerkelijke rechtbank van een groot aantal Spaanse landdelen, een functie die hij naar het schijnt niet al te streng vervulde. Maar de weerstand tegen de bestuurscultuur van Karel V. met al zijn buitenlandse adviseurs op hoge posten, nam ondertussen toe. In 1520 kwamen de Spaanse steden, gesteund door de adel, in opstand. Het lukte Adriaan niet om deze opstand neer te slaan. Hij vroeg meerdere keren zijn ontslag aan bij Karel, die er uiteindelijk mee instemde. Eindelijk leek het erop dat Adriaan zou kunnen terugkeren naar zijn geboortestad. Maar de tragiek van de geschiedenis is dat hij Utrecht nooit meer zou terugzien. Tot ieders grote verbazing kwam in 1522 het bericht dat hij was verkozen tot nieuwe paus. Door alle interne conflicten binnen het Vaticaan, de onrust in de stad Rome en door de bemoeienis van de Europese vorsten bleek deze relatief onbekende kardinaal de ideale kandidaat. Deze vrome ijverige noordeling leek een veilige keuze. Adriaan maakte zich op voor de grote reis naar Rome. Hij bleef zijn eenvoudige afkomst trouw. Als paus behield hij zijn eigen naam. Adriaan werd Adrianus. En de groene haken in zijn pauselijke wapenschild zijn mogelijk een verwijzing naar de gereedschappen van zijn vader, de scheepstimmerman. In zijn hoedanigheid als paus moest hij het subtiele politieke machtsevenwicht tussen de Europese vorsten handhaven. Hij probeerde, ondanks dat iedereen iets van hem wilde, neutraal te blijven. Tegelijkertijd kreeg hij te maken met de Protestantse Reformatie, die zich als een veenbrand verspreidde. In Rome zelf was de schatkist van het Vaticaan leeg door zijn geldverspillende voorgangers. Tegelijkertijd moest hij als Noordeling stand houden tegen de argwaan van de Italiaanse bevolking. Zijn plan was om de kerk te hervormen. Daartoe startte hij met bezuinigingsmaatregelen. Hoewel hij een humanist was, was hij geen liefhebber van de kunst van de Renaissance zoals zijn voorgangers. De kunstenaars die zij hadden ingehuurd werden vrijwel allemaal ontslagen, net als de persoonlijke legers van de paus. Adrianus VI hield stevige preken tegen de kardinalen vanwege hun decadentie en het niet nakomen van hun religieuze verplichtingen. Maar de eenvoudige zoon van een timmerman uit Utrecht was niet opgewassen tegen deze complexe dynamiek. Hij was de verkeerde man op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Halverwege 1523, hij was 64 jaar oud en nog maar anderhalf jaar paus geweest, kwam hij te overlijden. Door een ziekte die toen de stad teisterde of door vergiftiging? De bronnen zijn het niet met elkaar eens. Terug naar onze hoofdvraag: hoe kon een eenvoudige zoon van een scheepstimmerman uit Utrecht paus worden? Hij had het enerzijds te danken aan zijn eigen karakter. Hij viel bij iedereen in zijn tijd op door zijn intelligentie en zijn vrome, ijverige levenshouding. Hij was iemand die deed wat van hem gevraagd werd, ook al was het met de nodige tegenzin. Anderzijds zijn het ook de omstandigheden die zijn lot bepaalden. Niet alleen omdat het voor steeds meer gewone mensen mogelijk werd om naar school te gaan, maar bijvoorbeeld ook het toeval dat men in 1507 net op zoek was naar een leermeester voor de jonge prins Karel. Ik denk dat dat een cruciaal moment is geweest. En hoewel Adriaan maar kort paus is geweest, zijn er overal nog sporen van hem te vinden. Hij werd in eerste instantie begraven in de Sint Pieter, maar omdat hij niet zo geliefd was, werd zijn grafmonument niet veel later verplaatst naar een kleinere kerk nabij Piazza Navona. En daar ligt hij nog steeds, in de Santa Maria dell'Anima. En hier in Utrecht herinneren de Pausdam, het Paushuizen, waar hij nooit heeft gewoond. Een eenvoudig bronzen beeld en een herinneringspakketten op zijn geboortehuis. nog aan de ongewone levenswandel van Adrianus VI. Hij was volgens mij niet de beste paus. Maar kunnen we hem dat kwalijk nemen? Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Laat het weten in een reactie. Dankjewel voor het kijken.